Ja, we hebben verbinding met Drachten. Hey. Henk. Ja, hey, jongen. Hallo. Hallo. Hoe is ie? Ja, het is spannende tijd, hè, voor ons. Ja, zeker. Maar ik heb lekker getraind vandaag met de jongens. 4 groepen. Ja. Dus ja, je bent ook wel met andere dingen bezig. Maar, en daar ben ik blij om, hoor. Ik ben blij dat ik weer wat doe. We moeten bezig blijven. Ja, en jij zit dan? Vrijdag is natuurlijk de dag. Vrijdag, dan werkt alles daar naartoe. Ja. Cambuur wil graag weer toch naar die Eredivisie toe. Iedereen was natuurlijk toch geschokt na die uitspraak van die KNVB. Ja, klopt. Toch? Ja, we waren echt in shock. En geschrokken ook, verbaasd. Ja, verbaasd, ja? In welke zin verbaasd? Nou, ik had het nooit verwacht dat het op juridische, het zal op juridische goede gronden zijn. Maar kijk, de KNVB is een sportbond. Ja. Hè? Het gaat over sport, over sportiviteit. Hè? En die beslissing had je kunnen nemen, en moeten nemen, vind ik. En dat zie je ook in de landen om ons heen. Hè? Want na ons Frankrijk, gewoon promotiedegradatie. En laten we erop stellen, Den Haag en RKC mogen er gewoon hartstikke mooi die erin blijven. Daar hebben de staatsloterij gewonnen. Maar nu in Portugal, Italië heeft al gezegd, komt gewoon promotiedegradatie als het niet meer doorgaat. Ja. Je mag als eerste zijn en dan maak je misschien een keuze. Maar dan kan je ook van zeggen achteraf, die weg zijn we ingeslagen. En waarop doorloopt, dan verdwaal je en dan kom je in iets. Ja, daar wil je niet wezen, want dan raakt alles in de war. Je moet omdraaien, je moet terug. Hè? En dan kom je op de juiste weg. Hè? Nou, en dat is nog steeds niet gebeurd en dat verbaas ik me ook aan. Ja, maar wat is jouw gevoel? Ben je boos op die KNVB? Teleurgesteld op die KNVB? Wat? Nou, ik was eigenlijk van alles wat. En dat heb ik ook wel laten merken volgens mij. Dat zal in Spanje ook doorgedrongen zijn, want het was in alle landen. Ja. Dat je in één competitie 2 ranglijsten hebt. Dat is voor mij iets, dat kan ik niet. Kijk, dan had je moeten zeggen, en dan had je ook moeten overleggen met clubs. Ja. Vooraf, dit kan gebeuren, dat kan gebeuren. Dan had je alles eruit moeten gooien. Ja, dan had je ook rechtszaken gehad, maar dan had je wel, dan had je heel veel voorkomen. En dat is niet gebeurd. Dus daar ben ik echt wel pissig over, ja. Ja. Niet een klein beetje ook. Nee, maar ik heb ook van jou wel eens gehoord van mensen als Jan Smit en Han Berger. Daar had ik iets meer steun van verwacht. Kijk, ik snap wel dat ze Gudde steun. Maar ik vind wel, dat zijn nu Jan Smit, Han Berger, Nico Jan Hoog. Maar die zitten daar omdat ze groot zijn geworden met kleine clubs. Ja. Ja, die hebben het altijd goed gedaan en vind ik ook. Ik vind het toppers, vond ik het. Ja, en dat vind ik ook als je bij een KNVB zit. Dan bewaar je ook het juiste gevoel in je. He, niet dat je nou de werkschoenen uitdoet en je gaat lakschoenen aan doen. Dat je anders wordt. Dus ik had verwacht dat die zouden zeggen, maar dit doen we niet goed. En dan ben ik niet teleurgesteld of kwaad. Nee, want ik zal ze gewoon een hand geven. Maar ik ben er wel verbaasd over. Ze hebben mij verbaasd. Onvoorstelbaar. Had ik nooit... Hun had je dat niet verwacht. Ik kan het ook zeggen, want ik ben ook assistent trainer bij Heracles geweest. En toen waren ze nog Jupiler League Club. Dus hetzelfde als Cambuur. Dit had Heracles eens moeten gebeuren onder Jan Smit. Want dan was Nederland te klein geweest. Ja, precies. Zo. Verder hartstikke mooi. Ik ben mooi op zijn feestje geweest. Afscheidsfeestje. Hartstikke mooi allemaal. Ja. En dit had ik nooit verwacht. Nee. Maar goed. Hoe moet het nu verder? Hoe schat jij een beetje... Ja, die kansen in voor jullie. Wat is je gevoel erover? Ik denk dat juridisch zal het wel afgedicht zijn. Hè? Maar het gaat nu om sportief. En qua sportief kan je dit niet rijmen. Mag ik heel even tussenkomen? Het mag juridisch allemaal kloppen. En tot je dienst, denk ik. Maar luister. Dan klopt het juridisch. Maar dan slapen ze geen nacht, jongens van de KNVB. Nee, daar gaat het om. Ik heb het gezegd, hier kan je er niet van slapen als je dit doet. Nee, natuurlijk niet. Dit is op z'n pad. Die Gudde niet, maar ook die gozer niet, die andere met die moeilijke naam. Ik weet zijn naam niet. Ik weet hem nu niet, maar ik weet hem zo nu nog wel. Nee, maar die gozer met die moeilijke naam, die blijft buiten schot. Die heeft net zo'n slechte beslissing genomen als die Gudde. Ja, maar je moet aan de voorkant met mensen praten. Als je dit soort besluiten neemt, dat zou lekker zijn als ik jongens er zomaar uitsmijt en nooit wat zeg tegen jongens. Dat kan niet. Dus je moet voorbakken. En dat is niet gebeurd. En ook die... Ja, god, ik ken hem helemaal niet. En ik weet zijn naam nu ook niet. Maar van nu en dan weet ik hem wel. Ja, weet zijn naam ook niet. Zie je wel, dat wist ik wel. Dat is een moeilijke naam. Het is niet nou het voetballen. Heeft geen iets met duur of zo?
Ik zal zo even vragen, die komt zo wel even boven. Oh ja, vraag even van je vrouw hoe die gozer heet, die naast Schudde zit dan bij die KNVB. Ja, ja. Je vrouw weet het wel. Ja, die weet het wel. Ik weet het echt niet. Vraag even van je vrouw. Even kijken. Ja, vraag even van je vrouw hoe die gozer heet, die naast Schudde werkt. Dekoso. Hoe? Dekoso. Dekoso. Zie jouw vrouw. Jouw vrouw weet het. Zo zeg ik. Zo. Nou ja, dat is maar dat is een mooie naam. Het is wel een mooie naam. Ja, een mooie naam. Maar die gozer die gaat steeds vrij uit. Ja, maar Heeft net zo slecht besloten als die Schudde. Ja, ik kan er nog niet bij haar. Ik kan niet bij Schudde. Ik heb Schudde heel hoog zitten. En dat die dit beslist heeft op de laatste dag, denk ik. Daar verbaas ik me nog steeds over hoe dit gekomen is. Nou, als oud-voorzitter van, wat als je directeur van Feyenoord, die weet hoe het werkt in de wereld. En dan dit doet, daar kan ik niet bij. Nee. Luister eens even goed. Jullie hebben een fantastische actie gehouden. Heb ik gezien. Met al die auto's. Zo. Was je ook in Spanje? Vertel eens even. Nee, vertel even. Dan kon je een sticker krijgen en dan moest je geld doneren. Ja, dat heeft onze PR-man heeft het samen met de veiligheidscoördinator van de supporters bedacht. We gaan een stickeractie. En iedereen die een sticker heeft, die mag doneren. Ja. Nou, we hebben 2 dagen lang files in Leeuwarden gehad. En er zijn nu nog 1200 aanvragen. Maar die stickers waren ook. Stickers waren ook. Hey. 1200 aanvragen zijn er nu nog. Mensen die willen geld willen doneren. Maar ook oud spelers. Albert Roesnak doet mijn berichtje. Obetje doet mijn berichtje. Trainer, hoe kunnen we helpen? En wat kunnen we doneren? En ja. Hey, wat een aanhang. Ja, die aanhang. Dat wist jij, dat vind jij ook mooi. Ja, dat vind ik ook mooi. Ik hou ervan. Ja, het is volksclub. Het is ruw volk, zijn direct. Maar ze gaan voor je door het vuur. Ze gaan voor je door het vuur. Ja, fantastische lang. Hey, als ik zeg hoeveel procent kans heb je vrijdag, geef mij eens een percentage. Nou, ik denk 50-50. 50-50, ja. Oké. Okay. En nou, op het sportieve vlak zal het 80-20 voor ons zijn. En het juridische zal het misschien 20-80 voor hun zijn. Dus een stuk op 50-50. Ja, en het is maar net wat die rechter wil, hè? Ja. En waar gaat hij voor? En kijk je dat het een beetje doorslaat naar de juridische kant, dat denk je? Nou, als de rechter denkt, ik moet de KNVB helpen, dan zal dat kunnen. Ja. Maar die weet ondertussen ook in Nederland hoe het leeft. Hè? En gefeliciteerd. En stel dat ze winnen juridisch dan nog, dan slapen ze nooit meer. Nee, die slapen nooit meer. Maar kijk, als de hele voetbalwereld op een paar mensen na zeggen, dit klopt niet. He, dit klopt niet. En dat zijn echt grote jongens, hè? Ja. Die dat zeggen. En dan zeg je, dit klopt wel. Dan doe je het niet goed, ook als rechter niet. Hè? Je moet dus wel. En daarom ben je toch ook rechter. Om recht te spreken, eerlijk. Zo is het. En daar ga ik vanuit. Hey. Zeg nog even wat tegen je aanhang. En ik wens je vrijdag heel veel succes met Cambuur. Hey, Har, dankjewel. Lieve mensen, we gaan er vrijdag voor. Wij hebben het nu niet meer in de hand. Ik ga trainen met mijn jongens. Jullie zijn de hele dag zenuwachtig. Als er een goede uitslag komt, dat zal niet direct zijn, maar de vlag uit, het zal weer de vlag uit, gisteren ook al uit. Ja. Gisteren ook, maar dan de vlag echt uit. En dan zullen we heel blij zijn. We wachten het mooi af, maar Cambuur blijft altijd bestaan. Zo is het. Hey Henk, okay. We gaan elkaar spreken. Topper. Dankjewel en heel veel succes. Doei. Ah.